In dit filmpje ga ik het kort even hebben over overgangen met een constant volume, ook wel een isogoor genoemd. Deze term moet je even onthouden. Dus je moet onthouden dat als ik zeg isogoor, dat het dan gaat over een overgang met constant volume. Nou, ik teken het hier even aan de hand van een uh, cilinder. Daarin bevindt zich een zuiger. En die zuiger uh, hou ik op dezelfde plek en hieronder zit bijvoorbeeld lucht. Nou, wat ik dan ga doen, is ik ga warmte toevoegen. Aan deze zuiger. Ik kan er ook bijvoorbeeld kiezen om warmte af te voeren. Ja, maar wat er ook gebeurt is, als ik iets aan warmte toevoer. Nou, wat verwachten we dan? Dan gaat de temperatuur natuurlijk omhoog en we verwachten ook dat de druk omhoog gaat. Voer ik warmte af, nou, dan gaat de temperatuur omlaag en dan verwacht ik ook dat de druk omlaag gaat. En al die tijd blijft het volume constant, omdat ik die zuiger op dezelfde plek hou. Nou, verder weet ik ook, ik had altijd het college verteld. De arbeid die wordt uitgevoerd door de lucht die hierin zit, dat is de druk keer het volume waarmee die, uh, waarmee die verandert van toestand 1 naar toestand 2. Nou, um, in dit geval blijft deze zuiger op dezelfde positie, dus er is geen volumeverandering. Uh, er is dus ook geen afstand waarover deze zuiger beweegt. Dus dat betekent: er is ook geen arbeid. Er wordt geen arbeid geleverd in een isogore toestandsverandering. Dat maakt de isogore toestandsverandering een van de simpelste toestandsveranderingen. En daarom begin ik er natuurlijk ook mee. Nou, ik ben er bij de les al wel een beetje bij langs gegaan, maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Ik teken hier een PV-diagram met op de i als een P en op de x als een V. En uh, nou wat ik ga doen, is ik ga eerst de toestand van de lucht bekijken zonder dat ik er nog warmte aan toevoer. Nou, de toestand van de lucht in het begin is gewoon een begindruk, P1. Nou, dat kan bijvoorbeeld 1 bar zijn. En het beginvolume noem ik V. Nou, ik noem het nu gewoon V omdat V1 gelijk is aan V2. Hè? Dat v, v in de eerste toestand is gelijk aan de V in de tweede toestand, omdat ik het volume niet verander. Nou, en dit is dan in een PV-diagram een punt. En dat punt is, geeft aan wat nou de toestand van het gas is op, uh, ja, in, in, uh, op moment 1. Nou, dan kan ik warmte gaan toevoegen. En dan als ik gestopt ben met warmte toevoegen, dan ga ik kijken wat is nou mijn druk en wat is nou mijn volume. Nou, mijn druk is natuurlijk iets hoger, dat is P2. Maar mijn volume is nog steeds hetzelfde, want ik heb de zuiger per slot van rekening op dezelfde plek gehouden. En dit is dan een nieuw punt in het pv-diagram. Punt 2, en dat geeft dus de toestand van het gas in op tijdstip 2. Nou, als ik uh, dus nu even alle overbodige lijnen weghaal, dan hou ik alleen maar deze twee punten over en de lijn daartussen. Nou, en dat, dit is dus punt 1 en dit is punt 2. En dat betekent dus eigenlijk gewoon, dit is de toestand in het PV-diagram op tijdstip 1 en dit is de toestand op, in het PV-diagram op tijdstip 2. En de lijn daartussen, dat zou je eigenlijk kunnen zien als het proces. Dus je zou een beetje kunnen zien. Dat dit is de begintoestand, dit is de eindtoestand. En dit is, dit is wat ertussen zit als ik nog warmte aan het toevoegen ben. Dus je kunt je voorstellen dat die druk dan zo oploopt tot hij bij punt 2 is. Het volume dat is daar hetzelfde. Het volume op punt 1 is, uh, is V en het volume op punt 2 is ook nog V. Nou, dat is dus hoe je een isochore toestandsverandering tekent in een pv-diagram. Nou, ik willen uiteindelijk natuurlijk graag kunnen rekenen aan wat er precies met ons gas gebeurt. Dus bijvoorbeeld hoe de temperatuur verandert of hoe de druk verandert. Als wij warmte bijvoorbeeld toevoegen aan het gas bij een constant volume. Nou, de arbeid, laten we daar eens even mee beginnen. Nou, de, dus hier met W12 bedoel ik de arbeid die wordt uitgevoerd van toestand 1 naar toestand 2. Nou, dat is de druk die er heerst. De delta v en delta v is dan de volumeverandering. Maar er is geen volumeverandering, want het is een constant volume. Dat betekent dat delta, p, delta v 0 is. Nou, dus p keer 0, dat is 0. Dus dat betekent dat w1, 2 is 0. Er wordt geen arbeid geleverd eh, om van toestand 1 naar 2 te gaan. Nou, de warmte die moet worden toegevoegd om van toestand 1 naar 2 te gaan, q1, 2 is gelijk aan de massa. Keer de soortelijke warmte bij constant volume, keer delta t, de temperatuurverandering. Nou, en ik heb al tijdens het college ook gezegd: de soortelijke warmte bij constant volume van lucht is 718 joule per kilogram Kelvin. Dus dat betekent: het kost mij 718 joule om 1 kilogram 1 Kelvin in temperatuur te laten stijgen. En dat is waarom we het keer de massa doen en keer de delta t. Nou, dan heb ik hier ook nog de wet van Boyle-Geluzak. Zoals ik die in het vorige filmpje heb uitgelegd. En daar gebeurt iets leuks mee nu. Want de, nou, de wet van boyle lussac die zei: nou, P1 keer V1 gedeeld door T1. Kortom, deze verhouding van deze parameters in de eerste toestand is gelijk aan deze verhouding van parameters in de tweede toestand. En. Um, nou ja, en wat er dus nu kan gebeuren is, we weten dat het volume in toestand 1 gelijk is aan het volume in toestand 2. Nou, dat betekent dus dat we die tegen elkaar weg kunnen delen. En wat we dan overhouden is P1 gedeeld door T1 is P2 gedeeld door T2. Nou, en dit kunnen we heel handig gebruiken om bijvoorbeeld, nou ik noem maar wat, de druk te... In toestand 2 te berekenen. Als we bijvoorbeeld temperatuur in toestand 1 weten, temperatuur in toestand 2 en we weten de druk in toestand 1, dan kunnen we de druk in toestand 2 berekenen. En dat is zo met een hele simpele stap waarbij we zeggen: het volume is constant. Dan ga ik nu even een voorbeeldberekening doen. Een hoeveelheid lucht van 0,5 kubieke meter ondergaat een isogore. Toestandsverandering van 1,0 bar naar 1,3 bar. De begintemperatuur van de lucht is 30 graden Celsius. Bereken de warmte die wordt toegevoerd. Nou, dat betekent dus we hebben een isochore toestandsverandering. Dus het beginvolume is gelijk aan het eindvolume en dat volume is 0,5 kubieke nou, meter. We hebben de druk in het begin gemeten, die is 1,0 bar en de druk op het eind is 1,3 bar. En de begintemperatuur van de lucht is 30 graden Celsius. De berekende warmte die wordt toegevoegd. Nou, hier heb ik nog de soortelijke warmte bij constant volume, 718 joule per kilogram Kelvin. En de, uh, uh, de specifieke gasconstante voor lucht, 287 joule per kilogram Kelvin. Nou, we willen de warmte weten die wordt toegevoegd. Dus laten we eens even beginnen bij de formule waar die warmte in staat. En dat is Q12. Nou, we hebben hier de CV, die weet ik. Die weet ik eigenlijk altijd. Dat is 718 joule per kilogram Kelvin. Wat ik nou alleen nog nodig heb is de m en de delta t. Nou, even kijken. De m is niet in de vraag gegeven en de delta t, nou dat is de eindtemperatuur min de begintemperatuur. Ik weet wel de begintemperatuur, maar ik weet niet de eindtemperatuur. Dus ik moet bij deze twee moet ik nog gaan rekenen. En laat ik hier even beginnen met uh, opschrijven wat ik allemaal heb. Nou, we hebben dus de P1, dat is 1,0 keer 10 tot de 5e Pascal. P2 is 1,3 keer 10 tot de 5e Pascal. T1 is 303 Kelvin, dat is als ik 30 graden plus 273 doe. En we hebben V1, het beginvolume, is 0,5 kubieke meter. Laat ik beginnen met het proberen te berekenen van de massa. Want ik heb dus eigenlijk gewoon nog een andere formule nodig waar de massa ook in zit. Nou, en het wil natuurlijk dat de ideale gaswet, die heeft een massa erin zitten. Nou, alleen wat ik daarvoor nodig heb is de druk, volume en temperatuur van één specifieke toestand. Ik kan natuurlijk niet de druk van de ene toestand gebruiken en het volume van een andere toestand, dan slaat deze formule nergens meer op. Nou, wat ik dan kan doen is, ik haal de massa naar de linkerkant. Dan krijg ik m is. P1 keer V1 gedeeld door RS keer T1. Dat betekent dat ik dus de begintoestand gebruik. Nou, waarom ik die gebruik is omdat ik de begindruk en de begintemperatuur weet. In principe kan ik hier ook de eindtoestand gebruiken, maar ik weet T2 niet, dus daar heb ik dan niet zoveel aan. Nou, de begindruk is 10 tot de vijfde. Het beginvolume is 0,5 kubieke meter. Dit is de specifieke gasstoesconstante en dit is T1. En als ik dat in mijn rekenmachine invul, krijg ik 0,57 kilogram. Nou, misschien weten jullie nog wel de, de massa van 1 kubieke meter lucht bij 0 graden Celsius was 1,293 kilogram. Nou, dit is dus. Uh, de helft van het volume, en het is iets heter, dat betekent dus dat de moleculen iets verder uit elkaar zijn. Dat is 0,57 kilogram, dat is wel uh, acceptabel, dat is waarschijnlijk wel, uh, klopt dat wel. Nou, dan zet ik even mijn massa hier neer, uh, en de rest heb ik even weggehaald. Uh, want ik heb nu mijn massa, nou wil ik nog die delta T weten. Nou, ik weet, delta t is t2 min t1. En t1 weet ik, dus ik wil delta t berekenen. Nou, weet ik nog een formule waar die t2 misschien in voorkomt? Ja, die weet ik, want ik gebruik dan de wet van Boyle-Gay-Lussac. Ik heb hier uh, p1 gedeeld door t1 is gelijk aan p2 gedeeld door t2. Laten we even kijken wat we allemaal weten. We weten p1 en we weten p2. En we weten T1. Dus we hebben deze formule met maar één onbekende en dat is T2. Dus laten we die T2 eens even naar de E-kant halen. Nou, wat ik dan doe is ik doe keer T2. Dus die T2 gaat dan naar links. Ik doe ook keer T1, dus dan komt de T1 hier te staan. En ik doe delen door P1. Dus de P1 komt hieronder te staan. En wat je dan krijgt, is dus T2 is P2 gedeeld door P1 keer T1. Nou, dat kan ik gewoon direct invullen. Ik kan hier dus inschrijven 1,3 keer 10 tot de vijfde gedeeld door 1,0 keer 10 tot de vijfde keer 3,03 en 303 dat is dus de temperatuur in het begin. Nou, ik kan je even een klein trucje alvast leren. Um, hier staat beide keer 10 tot de vijfde en als je het in je rekenmachine invult, kun je die tegen elkaar wegstrepen, want het he, 1,3 Keer 100.000 gedeeld door 100.000 is gewoon 1,3. Nou, als ik dat uitreken, dan krijg ik 393,9 Kelvin. En dat is ongeveer uh, 120 graden Celsius. Dus nou, die lucht is flink opgewarmd. Even voor de context: in een sauna kan het al gauw wel 90 graden worden, hoor, of 100. Dat is helemaal niet zo heel vreemd. Nou, dan ga ik even weer de berekening weghalen en dan uh, wordt het allemaal weer ietsje overzichtelijker. Zo, onze ruimte is bijna op. Ik heb hier nu de T2 staan, maar we hebben nou wel alle ingrediënten die we nodig hebben om dit te berekenen. Want we dan, gaan dan gewoon de formule invullen. We krijgen dan Q12 is 0,57, die hebben we berekend aan de hand van de ideale gaswet. Keer 718, de soortelijke warmte bij constant volume keer 393,9 min 303. En als ik dat heb gedaan, kom ik uit op 37.202 joule. Of, ik schrijf het natuurlijk net zo lief gewoon in kilojoule, en dat is gewoon 37,2 kilojoule. En dat is dus de hoeveelheid warmte die ik heb toegevoerd om de lucht bij constant volume op 1,3 bar te hebben. Daarbij is de temperatuur omhoog gegaan van 303 Kelvin naar 393,9 Kelvin. Ik hoop dat jullie dit een beetje helpt met het begrijpen van een isogore toestandsverandering. En in het volgende filmpje gaan we de isobare toestandsverandering berekenen.